Ja, heb je België wat gevolgd? We hebben een regering nu. Dat ja, we hebben een regering. Het is allemaal snel gegaan. Ja. Ik heb wel dus even gekeken op Instagram, ja, zeg maar. Veel foto's van jezelf, viel me op. Maar van, ik ben weer hier, ik ben weer daar. Hartstikke leuk. Maar ook een keer leuk om iemand anders te fotograferen. Ik ben 29 en ik heb gehoord dat je vanaf 30 zeggen eigenlijk de helft van je eieren kwijt. En in tegenstelling tot sperma maken wij geen eieren terug aan. Dus that's it. Maar hoeveel eieren heb je er nu nog over dan? Oh, wel, ik weet het niet. Maar nou kan je nog de mooie exemplaren laten invriezen. Want straks, als je oud wordt, zeg maar, zo tegen het einde... niet tegen het einde, maar bedoel, tegen het einde van je vruchtbare leven... dan zijn die eindjes natuurlijk niet helemaal lekker meer ver, zeg maar. Is dat dus, ja, dat worden niet de leukste, mooiste kinderen. Als je nou... Nou heb je nog hele leuke, verse eieren, zeg maar. Die zou je nu kunnen laten invriezen. En dan straks, ja, dan kan je daar kinderen van nemen. Van die verse eieren. Goeie tip. Ja, goeie tip. Goeie tip. Niet gedacht dat ik die van u ging krijgen. Ja. Maar ik neem hem mee. Ja, zeker. Dat is goed. Bokkie? Nee, ik wou me afvragen dat bij sperma ook werkt. Kunt je dat... Wow. Ik zou het bij jou zo snel mogelijk allemaal laten invriezen. Okay, straks al. Degenen die het geroken hebben, geen enkele vagina in de wereld ruikt zo. Dat was een van de kritieken. Ja, juridisch gezien moet zij dan wel haar vagina laten ruiken aan mensen. Ja, dat is dan koop. Anders is het kopersbedrog. Is het kunstmatig, de geur, of is het... Nee, ze hadden een staaltje genomen van haar vagina. Haar vagina. En dan hebben... Je twijfelt elke keer voordat je vagina zegt. Zeg je, ze hadden een staaltje van... Ja, zoals gezegd, het moet uit het hoekje. Dat zit ook nog in mijn... Ja. Toch? Ah, wel, ze nemen een staaltje van haar prut, hè. En dan hebben ze dat samengesteld. Maar dat lijkt me bijvoorbeeld moeilijk, want er komt zo'n man van de fabriek, die moet dan zo'n staaltje maken, zeg maar. Dat is al een moeilijk moment. En die moet dan... Die moet dan voorzien die geur na gaan maken. En dan moet zij met familie, denk ik, gaan ruiken of het er wel echt naar ruikt. Ja, want het ruikt ook niet elke dag hetzelfde, hè? Ja, wij kennen Ellen natuurlijk niet, maar ik bedoel... Nee. Het zal toch een basisgeur zijn? Is toch een basisgeur en dan komt er maandag, dinsdag bovenop. Ah, okay. Maar is er een basisgeur die gewoon altijd... Hoe dan ook, als je het krijgt, dan denk je toch wel een kut cadeau heb ik. Houden jullie van een rijkelijk ontbijt? Ik ontbijt niet. Nee. Doe je ontbijt niet? Of? Nee, eigenlijk ben ik al niet. Maar verras je Ellen wel eens met een ontbijt aan bed? Ik breng wel 's morgens een koffietje aan bed. Oh. Maar ja, oh, de koffiemachine staat maar een beetje verder, maar toch. Toch leuk. Ik kan er toch, we wisselen af. Soms brengt zij mij een koffietje en soms ik. Ja. Doe je die vagina kaars aan? Werken jullie ook samen soms? Ja, we zijn nu bezig aan een gezamenlijk project. Ja. Zij stond ook op mijn plaat. En daar hebben we eigenlijk een soort van sound ontwikkeld samen. Hip-hop gemixt met invloeden van clubculture. Ja. Dus dat gaat van UK garage tot French electro tot Chicago house. Verschillende dingen eigenlijk. Je weet, ja, Gert maakt ook liedjes, hè? Maar, ja, dat weet ik. Ja. Meer van la 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 la. La la la. Hij is van Aalst. Ja. Ken je Aalst? Nee, maar ik hoorde achter de schermen dat het... Dat zijn ze ook allemaal. En hij komt uit Aalst. Maar dat is toch gewoon een leuk plaatje, of niet? Zeker, ze weten. Ja. Ga jullie eens meenemen. Als de pandemie achter de rug is, gaat er wel de enigste BV zijn dat daar rondloopt. Oké, okay. Ja, maar kijk, moet je daar niet voor laten inenten of zo? Malaya en zo, ja, dat is echt... Jawel, ik zit heel veel op de fiets. Dus? En ik kan niet langzaam fietsen. Dus ik fiets zo hard als ik kan, van A naar B. Dus ik kan niet denken, nou, we gaan gewoon... Dat kan ik niet. En als iemand voor me zit, moet ik er langs. Meen je dat? Ja, ik, en dan kom ik helemaal bezweet, kom ik aan en zo. Maar, en ik kan niet tegen mezelf zeggen, rustig, rustig. Dat kan ik tegen mezelf zeggen. Maar luister, dus ik moet zo hard mogelijk. Ja. Zo gewoon gezellig. Nee. Met wat vrienden. Niks gezellig. Miljoen punt 25 euro. Maar dan pakken ze die duif toch mee naar China en laten die daar los en dan vliegt hij toch terug. Nee, ze laten hem niet meer los. Nee, ze laten hem niet meer los, omdat ze bang zijn dat hij teruggaat. Ze kweken. Ja. Ah. Beste manneke, beste vrouwtje. Ah, okay. Die zal nooit meer vliegen, die duif. Echt? Die Armando is gewoon naar daar voor te poepen. Ja. Ja, precies. De vleugels kunnen eraf. Twitter. Ben jij actief op Twitter? Kijk, ik haat het. Je haat het? Ja. Ik heb één mening per dag.
geen 25. Ik snap niet hoe mensen het over alles... Ik word betaald om meningen te hebben. Ik snap niet hoe mensen 20 meningen per dag kunnen hebben. Ja, dat is goed gezegd, ja. Snap ik al, ja. Ze heeft 180 mensen onder haar. 180 journalisten. Ze is de baas over 180 journalisten. Ja, dat snapt hij langzaam. Ja. En Lisbeth, doe jij het snel? Doe jij het snel ontslaan of maak jij er een heel circus van? Het moment of de aanloop? Ja, het moment. Dus kom binnen, ga maar even zitten, Lisbeth. Oh, nee, ga maar even zitten, Sjaantje. En dan, Sjaantje, begin jij dan van, goh, Sjaantje, hoe vind je zelf dat gaat? Nee. Dat is vreed. Nee. Als iemand ontslagen wordt, dan zit daar een heel proces voor. Dus het mag nooit een verrassing zijn. Sjaantje weet het al. Ja. Kijk, opslag. Nee, ontslag. Een koffietafel, dat is na een begrafenis. Ja, na een begrafenis. Ja. Ja, ik was ook niet mee. Ah, oké. Okay. Nee, dat is na een begrafenis. Hè. Na een crematie is het vaak crème brûlée. Ja. Ja. Wat serveren ze in Nederland, Mark-Marie? Nou, we hebben Brabantse koffietafel, dus met kroketten en zo. Dus met kroketten en soep en ja, ook van alles, ja. Dat is echt een feest. Dus, ja. Nou, feest ligt er een beetje aan wie dood is, maar... Ja, zijn woke. Woke? Ja, woke. Zeg ik dat goed, woke? Ja, woke. Ja, Charles, zeg ik dat goed, zeg. Ja. Als je het vraagt, ben je het al niet, hè? Nee. Ja, dus laten waksen? Nee. Jij? Nee. Nee. Hou jij het bij wel? Sorry, wat hou je het bij? Hou je het bij? Haar? Ja? Nee. Laat je haar gewoon helemaal gaan of hou je het nog enigszins bij? Ah, ik hou het bij, zit ook nog iets? Ja, precies. Ja, houd het bij? Nee, ik dacht dat je wel zeggen, hou je het haar bij als je naar de kapper bent gegaan. Oh, voor iets nee, dat bedoelde ik niet. Nee. Dat zou raar zijn, ja, hè? Met zo'n zakje van de kapper. Ja. Nee, oh, nee, ik dacht iets modern of zo, hè. Zoals je de moederkoek bijhoudt. Hè. Oh, doe je dat? Nee, dat doe ik. Ja, ik vind frituur altijd wel lekker, ja. Ja? En ik laat het ook dan komen thuis, maar dan bestel ik het als ik honger heb, natuurlijk. Ja. En, en je moet minimaal zoveel bestellen of zo. Dus ja, dan bestel ik veel te veel, zeg maar. Ja. Nou ja, heel veel. Ja. En dan bellen ze aan en ja, dan schaam ik me een beetje voor degene die het brengt. Dus dan speel ik dat er een gezin binnen zit. Dus, dan roep ik het eten is, dan roep ik dan. Het slaat echt helemaal nergens op, maar ja, dat schaam ik me. Oh, zo menselijk.